Welkom bij de online speluitleg van Piratenbridge. Het spel in het kort. In dit spannende kaartspel moet je steeds voorspellen hoeveel slagen je gaat halen. Elke ronde krijg je een kaart meer. Speciale kaarten zoals piraten en zeemerminnen maken het je moeilijk. Heb jij na 10 ronden de meeste punten? Het spel stap voor stap. Het spel klaarleggen. Schud alle kaarten en geef elke speler er 1. Leg de resterende kaarten opzij. In de volgende ronde krijgt elke speler steeds een kaart meer. Een speelronde. Elke ronde bestaat uit 1 of meer slagen. Een slag is het spelen van 1 kaart door elke speler. Aan het begin van elke speelronde voorspellen de spelers hoeveel slagen ze willen halen. Iedereen roept de piratenkreet yo-ho-ho en slaat op tafel. Daarna steekt iedereen zoveel vingers omhoog als het aantal slagen dat hij denkt te halen. Noteer de voorspellingen op het scoreblok. De speler links van de deler speelt 1 kaart. De volgende speler moet een kaart in dezelfde kleur spelen. Als hij dat niet kan, dan speelt hij een kaart naar keuze. De speler die de hoogste zwarte kaart speelt, wint de slag. Anders wint de hoogste kaart in de gevraagde kleur de slag. De winnaar van de slag legt de kaarten gedekt voor zich neer op een manier dat iedereen kan zien hoeveel slagen diegene heeft. Speciale kaarten. Een speler mag deze kaarten altijd spelen, ook als hij een kaart in de gevraagde kleur heeft. Escape. Deze kaart verliest altijd. De Mermaid is hoger dan kleurenkaarten en de Skull King en lager dan piratenkaarten. Als de Mermaid in dezelfde slag zit als de Skull King, wint ze altijd de slag, ook als er piratenkaarten bij zitten. Piratenkaarten zijn hoger dan kleurenkaarten en de Mermaid, maar lager dan de Skull King. Bij meerdere piraten wint als eerst gespeelde. De Scary Mary kan als escape of piratenkaart gespeeld worden. Bij het spelen moet je dit meteen aangeven. De Skull King verliest alleen van de Mermaid. Is de eerste kaart in de slag een speciale kaart, dan bepaalt de kleur van de eerstvolgende kleurenkaart de gevraagde kleur. Puntentelling. Nadat alle slagen zijn gespeeld, volgt de puntentelling. Bij een foute voorspelling krijg je min 10 punten voor elke slag dat je ernaast zit. Bij een goede voorspelling krijg je 20 punten per slag plus eventuele bonuspunten. Bij een goed bod van 0 slagen krijg je het huidige rondenummer keer 10 punten. Maar bij een fout bod van 0 verlies je het huidige rondenummer keer 10 punten. Als je een slag hebt gewonnen met de Skull King en je voorspelling klopt, dan krijg je 30 bonuspunten per piraat en of Scary Mary in dezelfde slag. Heeft een speler met de Mermaid een slag van de Skull King gewonnen, dan krijg je daarvoor 50 bonuspunten. De speler links van de huidige deler schudt de kaarten voor een nieuwe ronde. Einde van het spel. Het spel is afgelopen na 10 ronden. De speler met de meeste punten wint.